Hey iedereen, ik ben Nico van Webstick en aan wekelijkse gewoonte delen wij alle minuut een vraag die wij, of een tip die wij regelmatig horen passeren. En vandaag gaan we niet ingaan op een vraag die we regelmatig horen passeren, maar een vraag die wij ons vaak stellen. Een vraag die wij vaak stellen als wij bijvoorbeeld bij een nieuwe klant komen of bij een nieuw project aanbelanden. En dat is heel specifiek over de positionering. Want wat we vaak merken is dat bedrijven heel veel willen communiceren, maar vaak of nog niet altijd even ver heeft nagedacht over het verhaal dat ze dan willen gaan vertellen. En dat is wel zeer belangrijk, want als het verhaal dat we willen vertellen niet klopt of bepaalde elementen ontbreken, dan kan je nog zo goed campagne voeren, maar dan zal het resultaat nooit hetgeen zijn dat je verwacht. Dus daar proberen wij altijd in de eerste fase over na te denken voordat we de strategie daar rond uitwerken. En wij starten altijd vanuit 5 vragen. En we zouden graag met jullie dat die 5 vragen eens doorlopen aan de hand van een voorbeeldje. En het voorbeeldje dat we hier vandaag willen meenemen is, stel dat we een bedrijf zouden zijn dat, laten we zeggen, dunne winterjassen, zeer dunne winterjassen die tot min 10 graden beschermen en zowel wind als regen vast zijn, dus effectief niets doorlaten. Stel dat we dat in de markt zouden willen zetten in het, laten we zeggen, in het zuiden van Spanje. Mooi verhaal, innovatief product, alles wat je wil, maar de vraag die we aan stellen, en dat is eigenlijk hetgeen wat we nu dus willen bekijken, scoort dat ook op al die 5 vragen voldoende? En dat is wel een belangrijke. En de eerste vraag die we aan stellen is, in dit voorbeeld, is het relevant? Met andere woorden, is de Zuid-Spaanse markt op zoek of in ieder geval geïnteresseerd in zeer dunne winterjassen die tot min 10 graden beschermen? Een vraag die we even open stellen, komen dus weer op terug, heel belangrijk. 2, is het waar? Klopt het? Is it true? Is het effectief zo dat wij zeer dunne winterjassen kunnen aanbieden die effectief ook volledig regen- en winddicht zijn? Dat is heel belangrijk. Want natuurlijk, als we dat verhaal willen vertellen, moet het ook waar zijn. Klinkt misschien evident, maar is niet altijd zo of is niet altijd het geval. Tweede vraag die we ons moeten afstellen. Derde vraag, kennen we geclaimd? Zijn er vandaag al andere merken die bijvoorbeeld dat verhaal vertellen? Zo niet, perfect, want dan kunnen wij die positie volledig claimen in de markt. Is dat wel zo, dan moeten we eens kijken hoe we daar misschien toch nog aan kunnen tweaken om ervoor te zorgen dat ons dat we nog meer dat stuk kunnen gaan claimen. Can we own it? Klinkt misschien gelijkaardig, maar de vraag die we daar gaan stellen, hebben we de technologie, de waarde, de unieke punten in huis om dat effectief ook waar te maken, om dat te omhelzen? Hebben we de technologische kennis om dat te realiseren? En hebben we de mensen om effectief aan die ontwikkeling te werken? Heel belangrijk, als dat niet zo is, moeten we wel zien dat we daar eerst ook stappen in zitten, vooraleer dat we het vervolg gaan doen. En uiteraard, can we make it happen? Hebben we in zijn totaliteit alle mogelijkheden om het te realiseren? Hebben we de budgetten? Hebben we de technologische ontwikkelingen en kennis in huis om dat allemaal waar te maken? Dus het totaalplaatje bekijken we daar eens om ervoor te zorgen dat effectief die positionering klopt. Nu, op die 4 elementen kan gewerkt worden. En als die zaken nog niet 100% scherp zijn, dan kunnen we daaraan werken. Wat dat zeer belangrijk is, is het eerste. Als dat niet klopt, dan kan je nog zo goed doen op die andere elementen. Maar dan gaat het heel moeilijk worden om te slagen. In het voorbeeld dat we hebben aangehaald, die dunne winterjassen in het zuiden van Spanje, als de markt daar niet op zoek naar is of niet ver weg ligt, dan kunnen we het nog zo goed doen op al die andere elementen, maar dan zullen we eigenlijk nooit kunnen scoren. Of toch zeer moeilijk. Dus dat is zeer belangrijk om daar langer bij blijven te stilstaan. Is het effectief zo dat de markt er ver weg ligt? Ja of nee? Moest je daar vragen bij hebben? Wat het ons gust weet, probeer die oefening zelf eens met het marketingteam te doen. Je hebt daar een heel leuke interne oefening kan zijn om te kijken van, ziet onze positionering goed vandaag of kunnen we ergens nog aan bijsturen. En moesten er effectief nog vragen zijn, laat ons gerust weten, dan willen we jullie er graag in verder helpen. En indien niet, zien we jullie graag in onze volgende Alle Minuut. Tot dan.